Goedemorgen. Gisteravond zijn we heel laat aangekomen, maar we zijn hier. We zijn in Jamaica met Charles en we zijn hier al eerder geweest. En we hebben dus ongeveer al 5,5 jaar geleden dat we op dit resort waren in Jamaica. En ik ben echt zo blij dat we weer terug zijn. We lopen nu naar het ontbijt. We gaan nu naar beneden lopen en we gaan nu een kijkje nemen op het strand. Ik was echt vergeten dat het zo dicht bij het strand was. En dan is daar de bar. We hebben ons plekje aan het strand en we hebben onze eerste cocktail. En waarvoor ben jij naar Jamaica gekomen? Voor de chicken jerk. Ja, man. Daar is de barbecue. Er staat nu een hele rij, maar wij waren op tijd. En dan hebben ze dan jerk. Dus echt een aanrader als je in Jamaica bent. We gaan nu lunchen. Hier guacamole met nachos. Kaas. En hierin. Maar het is ook al 5 uur, dus het is niet zo erg. En vandaag zou eigenlijk de dag worden dat het meest bewolkt zou gaan regenen, maar geen regen gezien. Nog steeds. Dus we gaan nog even op het strand blijven en daarna klaarmaken om uit eten te gaan. Ik denk dat het daar verderop echt heel hard aan het regenen is. Ik zou weer maar op een bootje zitten, dat is niet echt fijn. Even een rondleiding geven van onze kamer. Allereerst hier is het leukste gedeelte. Hier is de minibar met de liqueur dispenser. Daar hebben we wodka, gin en soorten rum. Heb je daar om ijs te maken en gewoon water. En in de koelkast heb je dus allemaal soorten frisdrank, mixdrank. Dat zit hier. Dan dit kamer. Nou, met de bedden. Daar al dat leuke ding met een kledingkast hier. Hele moderne tv. En dan kijken we uit op de trouwkapel. Dat weet ik nog wel van vorige keer. Toen zaten we dus helemaal aan de overkant en dan hoger. En hier worden dus ook bruiloften gehouden. En dan zie je daar op het altaar. Dat vind ik echt heel leuk. En dan zal ik nog even de badkamer laten zien. Dat is aan de onderkant van mijn kamer. Dat is hier. Nou, gewoon met de douche. En...
is our lucky night. Lobster en mojito. De mojito bar. She was your wife. Daar nog. Genade. Oh, daar nog meer. Oh, je wordt net iets aangevuld. Oh, je wordt zelfs een pasta genoemd. Het is een van die. En dan kan je hier kiezen uit je taart. Je lijkt het niet zo, we hebben ons klaargemaakt. En nu gaan we uit eten. We zitten nu in het gourmet restaurant en dan kan je hieruit kiezen en dan word je bediend. Dat is voorgerecht. Het hoofdgerecht. Dat helemaal daar door bij de restaurants.
En we hebben net hier geprobeerd de familiefoto te maken. Ik zal hier even die foto in beeld brengen. Maar uiteindelijk heeft iemand een foto van ons gemaakt en dat ging beter. En nu gaan we naar de Steel Drums Show kijken.